We have identified two large oil discoveries on the eastern part of the Block 258, called Sakapala South and called Krakbadu, which contains globally next to 700 million barrels of oil, and which will allow us to make a very large development project, exploitation projects of 200,000 barrels per day. So today we are launching the development studies. The next step will be we intend to go to detailed engineering studies before year end, and to come back here by before the end of 24 to sanction the project. The production of this field should come by 28. This project will be, in fact, it's a project which will, budget is evaluated around $9 billion. So $9 billion, 700 million barrels of oil, it makes more or less $12-$13 per barrel of the cost. It will be developed offshore, fully offshore, 150 kilometers from shore. There will be a big floating production unit, a big boat, in fact, vessel, which will be built and implemented offshore. And then all the wells, 30 wells more or less, will be drilled and connected to this production unit. The oil will be exported from offshore. We zijn op een historisch moment in ons land beland. We kunnen inderdaad uit deze ontwikkeling tussen de 16 en 26 miljard, US dollar verdienen. Dat wil zeggen dat met goed beleid er geen armoede meer kan bestaan in Suriname. Absoluut geen armoede meer kan bestaan. Staatsolie is een 100% staatsmaatschappij. Het is een parastataal bedrijf. En Staatsolie heeft 20% aandeel bij al deze exploitatieactiviteiten. En de staat zal 6,25% aan royalty ontvangen. Staat gaat meedelen in die winst. Staat gaat ook die belastingen krijgen. En staat gaat ook de inkomsten genereren uit die 20% aandeel van Staatsolie. Dit betekent allemaal, voor zij die het willen weten in termen van hoeveel geld, dat in 20 jaar tijd Suriname 20 miljard Amerikaanse dollar gaat verdienen. Dat is enorm veel geld. Voor een samenleving met 600.000 inwoners. Ja, dan zeggen we, dit is Nagado Rocco, dit is Nagado Gionu. Nu kunnen alle Surinamers een goed inkomen hebben. Nu kunnen alle bedrijven goed draaien. Nu is er zicht en hoop voor het Surinaams volk dat ze zoveel offers gebracht hebben om die crisis te beheersen. De financiële crisis te beheersen, de economische crisis te beheersen, de schuldencrisis te beheersen. En wie weet ik ba. Er is licht in de tunnel en het licht wordt groter, het licht wordt sterker. Dat voor iedereen duidelijk is dat er een goede toekomst weggelegd is voor ons allemaal. Wat gebeurt er tussen nu en 2028 als de eerste barrel eruit komt, is dat er meer economische activiteiten gaan plaatsvinden in Suriname. En hopelijk dat IMF bijvoorbeeld dit ook meeneemt in haar economisch raamwerk. Want als die olieinkomsten worden ingenomen, dan wordt het raamwerk wat gespreider, waardoor de maatregelen niet zo strak hoeven te zijn voor Suriname. Maar dat moet de regering natuurlijk bespreken met het IMF. En wij willen ook gebruik maken van deze gelegenheid om u mee te delen dat ik staatsoliedirectieteam ook gevraagd heb om na te gaan hoe we op front vooraf ook kapitaalinvesteringen kunnen krijgen, zodat we met dat kapitaal nu alvast verlichting kunnen brengen in onze samenleving. Allemaal gefeliciteerd. Dus we zijn goed. God heeft ons echt gezegend. En laten we er goed mee omgaan. Dank u. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. De Gister. Thank you, Mr. Pouyanier. Thank you, everyone, for being here. Just some closing remarks.